Helemaal leuk dat je kijkt naar de allereerste August video maand op Jiba My Life. En deze maand ga ik elke dag een video uploaden met een andere vriend of vriendin. En deze allereerste video is Reynor, mijn gast. Hallo. En omdat hij heel vaak in de Efteling is geweest, dacht ik, is het niet leuk voor de Efteling quiz. Dus die gaan we vandaag doen. Ik heb de vragen op mijn mobiel staan en die gaan wij nu beantwoorden. En dan gaan we eens even kijken hoeveel jij weet van de Efteling. Ben je er klaar voor? Ja hoor, ik ben er klaar voor. Vraag nummer 1. Welke van deze attracties staat niet in het andere rij? 1. Pandadroom. B. Vogelrok. C. Fata Morgana. Of D. De Bob. Vogelrok. Ga ik die invullen? Wat moet ik dat doen? Prima, die score is nu 1 punt. Welke van deze attracties heeft Tom van der Ven ontworpen? Wie dat is, mag ik. A. Monsieur Carnival. Ik ben echt totaal niet in het Frans. B. Carnaval Festival. C. De Halve Mayen. Maan. Of D. De Vliegende Hollander. Kun je die eerste twee opnoemen alsjeblieft? A. Monsieur Carnaval. Monsieur Carnaval. Ja. Of B. Carnaval Festival. Carnaval Festival. Fout! Oh shit, wat was het dan? Nou, dat weet ik misschien. Dat gaan we aan het einde van de video gaan we allemaal worden. Je vindt trouwens ook de link van deze quiz die wij nu doen in de beschrijving. Dan kan je hem thuis zelf ook even doen. 3. Hoe heet de leraar in de lavendaar? A. Larry. B. Larry. Of C. Levi? Laven. Oh, wacht. Ik denk de eerste. Lavi. Maar het beste. Prima, je score is nu 2. Ja. Wie componeerde de muziek van Villa Volta? A. René Merkelbach. B. Maarten Hartveld. Of C. Ruud Bos. Ruud Bos. Prima, je score is nu 3 punten. In welk jaartal opende de Droomvlucht? Is dat A. 1996, B. 1993 of C. 1995? Wat was de eerste? 1996. Fout. Ah. Vraag nummer 6. Hoeveel sprookjes zijn er op dit moment te bewonderen in het Sprookjesbos, inclusief de DNKVDK. D en wat? Ik weet niet wat dit is. Dat moet een afkorting voor zijn. Ik heb deze sprookjesbos inclusief DNKVDK. 27. Ik weet niet wat de DNKVDK is. Oké, de antwoorden waren A. 25, B. 27 of C. 29. En je antwoord is goed. Oh, nou. Met hoeveel kilometer gaat de vogel op? Is dat A 55 km per uur? Is dat B 65 km per uur? C 75 km per uur? Of D 85? Dat voelde dan in. 65 km per uur is dat goed? Yeah! Oh, echt? Oh! In welk jaartal is de Python geopend? A. 1979. 1979 is dan B 1980. C 1981. Of D 1982. Wat was die eerste? 1979. Ja, het was sowieso wel een attractie dat echt best wel vroeg in het park stond. Toen het een beetje naar een attractiepark begon te groeien. Zou ik die ABCD mogen zien? 19. Ik denk niet, maar. Ik maak. Ja, eigenlijk het wel. Fout. Ja, je score is nu 5 punten. Ja, ik weet het, ik ben heel slecht. In welk rijk staat de looting? Dat is een souvenirwinkel in de Efteling. Is het A. Wijnrijk, B. Anderrijk of C. Maanrijk of D. Maanrijk. Reizenrijk? Maanrijk. Ja, Maanrijk. Ga ik dat invoeren. Prima, je score is nu 6 punten. We zijn alweer aangekomen bij de laatste vraag. Hoeveel banken bevinden zich in de hoofdshow van Villa Volta?
Is dat A 2, is dat B 4 of is dat C 6? Oké, 1, 2, 4. Ja. Prima, uw score is nu 7. Controleer uw antwoorden. Oké, de Efteling app zegt, uw score was 7 goed van de 10. Vraag, is dat is niet slecht. Dat is eigenlijk 10, maar dat betekent 3 fouten. Ja, dat zijn volgens mij. Welke vragen waren dat fout? Want ik wil het even zien. Even kijken hoor, dat was. Dat kan ik niet zien. Ik kan het niet zien. Maar sowieso was dat iets met. In welk jaar het al opende het rond? Ja, nee, ik heb dat wel een beetje gevolgd, of zeg maar dat stukje van dat die attractie werd gebouwd, want het was wel een jubileumattractie, ja. Dat het park zeg maar zoveel jaar bestond. Als ze zo'n attractie neerzet, doen ze dat nog steeds. Dus ze bouwen als het park zeg maar 70 jaar bestaat, weet ik veel, dan bouwen ze weer een hele grote attractie. Waaronder de Baron 1989? Nee, dat is gewoon een attractie. Oh. Geen jubileumattractie. Ja, jubileumattractie is die watershow en die droomvlucht en. Oké, laatste vraag. Hoe vaak kom jij in de Efteling? Is dat A, minimaal 1 keer per jaar? B, minimaal 1 keer per jaar? C, om de maand of meer? Of D, wekelijks of meer? Om de maand. Dan ga ik dat invullen. Ja, dat kan het goed fout zijn. Oké, 12% komt minder dan 1 keer per jaar. 51% minimaal 1 keer per jaar. 21% om de maand meer. En wekelijks komen maar hier 16% van de mensen. Dat is niet slecht. Nou, dan was dit de Efteling quiz. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze allereerste video van de August Videomaand. En dan zie ik jullie morgen weer met een andere vriend of vriendin. Wie dat zou zijn, dat komen jullie morgen achter. Dus tot morgen. Doei!